Voilà,
Laat maar eens zien of je dat stukje van... Hoe heet hij nu met die dove kakel? Beethoven, mevrouw Vleugels. Beethoven. Yes, Beethoven. Kom, begin er maar aan. Mevrouw Vleugels, hier staat misschien wel alles in over Beethovens privéleven, maar over Elise zeker niet. Oh ja, nu zie ik het. Voilà, begin er maar aan. Dan ga ik ondertussen naar mijn oogarts. Die durft te beweren dat mijn zicht verslechterd is. Ze moeten maar durven, hè, mevrouw Vleugels. Maar ja, gerust hoor. Ik oefen wel verder. Mevrouw Vleugels, de deur is aan de andere kant van de kamer. Oh ja, nu zie ik het. Oh, excuseer, monsieur Marcel. Ook een goede dag. Ik wist niet dat u nog in de kamer was. Oh wel, moesten ze zo'n typetje opvoeren in een toneelstuk? De mensen zouden denken dat het overdreven was. Je ne sais pas, le français est vraiment difficile.
Ik weet het niet, Frans is echt moeilijk. Goed zo, Jeannon. Prachtig. Fini pour aujourd'hui. Tot morgen. Oh, excusez-moi, monsieur. Ik zoek de voordeur dicht. Ik ben op de
Yes, yes. Jij was zo lief om het eruit te halen, zeker? Ja, yes, Mr. Swing, maar het is helemaal in orde hoor. Ik vertelde Jean-Philippe ook over je plannen om terug naar Engeland te gaan. En dat jij dat not so funny vindt. Inderdaad, pa. Ach, my little girl. Het is toch normaal dat ik me niet zo goed voel tussen all those funny people. Ach, Mr. Singh, u hebt tenminste de keuze. Ik kan hier gewoon niet meer weg en je zou eens moeten weten hoe graag ik dat soms zou willen. Hé, hey, maar dat is gek. Ik las er pas in de krant dat iedereen wel een perfecte dubbelganger heeft. Je hoeft er maar eens tegen te komen en dan kun je even van leven wisselen. Wat is dat nu voor een belachelijk verhaal? Belachelijk, belachelijk. Ik heb het ook maar gelezen hoor. Ik heb het zelf niet geschreven. En jij gelooft zo'n onzin? Opgelet. Licht geraakt en opvliegend. Hoe is het in godsnaam mogelijk? Probeer ik iemand te helpen? Word ik uitgemaakt als lichtgelovig en dom kieken? Ik heb nooit gezegd dat hij een kieken was. Oh, maar het is wel lichtgelovig en dom, hè? Oh no, there we go. Suzie, moet je daar niet boos om worden? Ik geloof gewoon niet in dat verhaaltje van die dubbelganger. Dat is alles. Dat is alles, hè? Dat is alles. Maar voor mij is het ook alles. Alles dat ik namelijk nog met jou te maken wil hebben. Namelijk niks, nada, niente, nothing, capito. Wauw, en nog een taalknobbel ook. Oh, jij hebt een schrikkelijke minkukkel. Calm down, my girl. Easy, easy. Yeah.
sorry, maat. Excuseer mij, meneer. Wat is dat in? Dan heb je precies iemand een spiegel neergezet in het park. U moet mij verontschuldigen, maar dat is net wat ik ook dacht. Sorry, hoor, maat. Meneer is thuis geweest. Mijn naam is Sean. Aangename kennismaking. Mijn naam is Sean Flee. Oh la la, dat klinkt chic. Ach, zwijf, ik was nu net al die andere rotzooi vergeten. Oeps, vergeef mij deze uitval. Dat is niks hoor, want ik zit in hetzelfde schatje. Alleen mag je het woordje aanlijk weglaten. Hela, mag mij niet uit met mijn miserie. Sorry meneer Sanne, ik bedoel gewoon Sam. Maar ik moest net denken aan wat mijn vriendinnetje Suzy zo pas vertelde. Oh, nu wordt het interessant.